In de dierentuin van Antwerpen werd deze voormiddag onder massale persbelangstelling het kleine babyolifantje voorgesteld. Zij zal voortaan door het leven gaan als Kaimok. Burgemeester van Antwerpen Patrick Janssens ondertekende het geboorteregister onder toeziend oog van minister Patricia Sijsens en minister-president Chris Peters. De kleine heet Kaimok en dat betekent parel in het Thai. En hoe zijn we op zijn naam gekomen? Wel, we hebben de mensen gevraagd. Het is een traditie bij ons dat de verzorgers de naam kiezen van het dier dat ze verzorgen. Maar we hebben deze keer aan de mensen gevraagd, aan het grote publiek, om suggesties te doen. En we hebben een beetje richtlijnen gegeven. 8000 mensen hebben een suggestie gedaan. En daaruit hebben de verzorgers uiteindelijk gekozen Kaimok. Hoe komt het dat het olifantje hier in Antwerpen kan blijven? Ja, het is een vrouwtje, dus ze gaat de rest van haar leven hopelijk in deze groep kunnen doorbrengen. Wat hadden jullie gedaan als het een mannetje was geweest? Dan hadden we die ook heel goed verzorgd. Dan had hij ook binnen 2 jaar mee naar het nieuwe verblijf in Plankendaal gegaan. En dan op termijn van een leeftijd 5, 6 jaar had ze de groep moeten verlaten. En had ze misschien de mogelijkheid gehad om terug te keren naar Antwerpen. Omdat we hier van plan zijn om in de toekomst 1 of 2 mannetjes te huisvesten. Hoe belangrijk is de geboorte van deze kleine olifant voor de zoo van Antwerpen? In alle opzichten zeer belangrijk, omdat het is de allereerste keer dat er in België ooit een olifant wordt geboren. Dus op zich is dat al belangrijk. Het is belangrijk omdat Aziatische olifant een heel bedreigde diersoort is. En dat, te meer omdat het een meisje is, dat extra bloed geeft in het kweekprogramma om die bedreigde diersoort voor uitsterven te behoeden. En moeten we daar niet flauw over doen. Het is natuurlijk ook commercieel voor ons een zeer belangrijk gegeven. En het zal ons toelaten, de extra inkomsten die we daardoor gaan krijgen, ongetwijfeld, zullen ons toelaten van 2 dingen te doen. 1. In Plankendaal gaan we een groot kweekcentrum voor die bedreigde diersoort bouwen. Dat gaan we heel kortelijks mee beginnen. Dat kost veel geld. Dus daar is dat extra voor nodig. En bovendien steunen we met het extra geld ook een beschermingsproject in Indië. Waar nog die dieren in de natuur leven. Maar hun leefgebied is in hele kleine stukjes opgedeeld. Waardoor de groepen te klein zijn en er inteelt gaat optreden en de soort verzwakt. Dus wij steunen een project dat land aankoopt. En mensen herplaatst om corridors te maken waar die olifanten dus van de ene leefwereld naar de andere kunnen, waardoor ze terug met z'n veel meer in één groep zijn en dus zichzelf terug versterken. Jullie vrezen vooral de reactie van Dumbo. Hoe gaat het nu tussen hen? Ja, we hadden tot 10 minuutjes terug hadden we er een goed gevoel bij. Dumbo heeft 1 keer nou net zo naar Kaimok uitgehaald. Iedereen volop in paniek. Maar de andere moeder en tante hebben Dumbo afgeschermd en hebben het jong terug rechtgebracht. Wat verwachten jullie de komende dagen van bezoekers? Ik denk gigantische stormlopen. Ja. Als je nu al ziet de dag van vandaag, hoeveel mensen, enthousiaste mensen die hier zijn en hoeveel persaandacht, dan weet je dat de andere mensen gaan volgen. Het zal de eerste keer zijn in mijn hele loopbaan dat ik moet vragen. Normaal moet ik zeggen, mensen, kom alsjeblieft naar de zoo. En nu moet ik zeggen, mensen, kom alsjeblieft de eerste dagen niet naar de zoo. En als je komt, je bent welkom, maar weet dat het zeer, zeer, zeer druk zal zijn.